Wat betekent dat voor u? Nou, de natuur. En, en de eendenkooi. Het pomveld. Het in ere houden van het landschap. En niet alles volbouwen en dat het een grote grijze massa wordt. Ik wist niet dat het 80 jaar bestond. Dat hebben we toevallig gezien in het boekje waar we kregen. Als ik het niet geweten. Nou, dat het landschap zoveel mogelijk intact blijft. En dat we kunnen genieten van met de kinderen van alle mooie natuur die er nog is in Brabant. Ik wist niet dat het zo lang bestond. Dat vind ik wel heel lang. Ja. Zal ik je even vertellen? Ik dacht, zo kort. Echt waar? Ja, het landschap bestaat ook al veel langer. Dat ik er nog maar 46 jaar in geniet. Of van geniet. En dat ik heb vandaag een boek gekocht over de landgoederen van Brabant. Top, jongen. Ja, het is gewoon heel mooi. En het is, we moeten er zuinig op zijn. Dus ja, en het is voor de nazaten. En dit is er eentje. Anton, kijk eens even. Vertel eens, wat vind jij van het Brabants landschap?